Hallo, ik ben Gert de Bruin van GGG Maairobots. We zijn hier op het terrein van Waterschap Rivierenland, locatie Scheluinen. Het is een waterzuivering met veel gras en die had een vraagstuk om te gaan maaien met maairobots. Ik ben toen uitgenodigd om hier te komen kijken, maar omdat dit een complex terrein is, wilden ze graag eerst een pilot doen. Die pilot hield in met één maairobot een derde van het gebied maaien. Na de pilot van 6 weken waren ze hier zo enthousiast dat we gelijk opdracht hebben gekregen om het hele complex te voorzien van maairobots. De uitdaging van deze installatie is de vele gebieden en de afstanden. We hebben voor deze tagline een maairobot gekozen, omdat we die goed kunnen inprogrammeren. Om alle gebieden elke dag netjes kort gemaaid te hebben. Nadat we de locaties hebben bepaald voor de laadstations, gaan we naar die locatie toe. We beginnen bij het laadstation met de kabellegger. Die werkt de draad de grond in. Op een gegeven moment komen we hier bij de oversteek, bij het asfalt. We steken de weg over en zo om naar het andere gebied te gaan. Zodra het klaar is, gaan we testen. Een andere uitdaging is, de maairobots moeten ook de weg oversteken, dat is asfalt. Maar we hebben hier ook te maken met vrachtverkeer, die komen hier laden, lossen. In overleg met waterschap hebben we samen bepaald waar de oversteekpunten komen, zodat het meest veilig kan. Voor de oversteek slijpen we 2 sleuven met de motorslijper, doen het afbakeningskabel erin en kitten dit netjes dicht. Alle 3 de maairobots. Die staan op onze telefoon van het bedrijf, maar ook op de beheerder. Met deze handige app kan je de robots beheren en zien wat ze aan het doen zijn. Hier staat working, je kan erop klikken. Dan geeft hij ook aan waar hij bezig is en de status. Nu we deze installatie succesvol bij het waterschap hebben afgerond, hebben we niet alleen ervaring bij voetbalvelden, golfbanen, maar ook bij de overheid. Dit doen we in heel Nederland.